Die kan toch eens arme, zielige schaap killen. Die man heeft ook gevoelens. Nu moeten we shawarma eten. Everybody's wrong. Rewrote the song. Thoughts become action. Tell me what's happening. What's your mind wrapped in? Wrapped around. Wrapped around. Yo beste kijkers, welkom bij het nieuwe, echte mannen survival, vrienden survival, what the fuck, wat heb ik daar nou weer van gezegd? Nou boeien, we zijn bij een nieuwe aflevering gekomen en we hebben vandaag twee andere mensen. Vandaag is het Bette en Casper die er vandaag ons bijwonen. Bette is met appels aan het gooien. Appels. Casper? Ja? En we zijn helemaal speciaal gekomen nu op een heel andere server. Een andere server? Ja, zie je het niet? Hetzelfde huisje staan er, helemaal na de vakantie. Tenminste, ik ben terug. En ik weet niet wie er allemaal nog bij op vakantie is geweest. Casper, ben jij op vakantie geweest? Frankrijk. Nou, oké, dat is dus de vraag al. En ik heb geen flauw idee waar ik mee bezig was. Ik heb allemaal hout in de inventory en alles. Dus ik denk dat we iets mee bezig waren. Ik heb paard gevonden. Oh my god, ze hebben paard gevonden. En hij gaat wel Bent doden, twee hartjes. En Bent is naar Spanje geweest, hè, Bent? Wap, Spanje. No. Wegwezen bent, kijk uit voor de creeper. Heb je een witte? Ah, hij is er beneden. Nee, die heb ik niet, dus die ben het ook dan. Hij heeft twee hartjes. Kom hier. Oh ja, wacht, ik heb een zwarte man natuurlijk. Oh my god. Wordt hij verliefd op ons? Of is hij al verliefd? Hij is niet verliefd. Oké. Ik hoorde een creeper. We hebben een paard gevangen. Ja. Hebben we een cirkel? Ik ga even kijken of ik een cirkel heb. Fucking donkey. Pam 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 pam. Nee. Ik heb geen cirkel, maar ik heb wel hout. Dus ja. Ik ga denk ik met dat hout. Was ik misschien eens bezig voor mijn huis of zo. Dat zou wel kunnen. Volgens mij. Dit is pittig. Jammer dat ik dat niet meer weet. Ik ga even kijken of ik op mijn huis kan komen. Ik weet niet wat jullie vandaag gaan doen. Tenminste, wat zijn jullie planning om te gaan doen? Ik ga verder naar mijn huisje, want ik moet nog steeds een fucking dak op. Een dak. En ik ga gewoon uitbreiden. Uitbreiden, oké. Okay. Gewoon uitbreiden. Wacht, ik ga eerst even ons paardje ergens vastbinden. Maar ik hoorde dat Bente ook iets van een huisje, of tenminste een shop gaat beginnen ofzo. Ja, ik heb zo fucking veel charcoal, hè. Charcoal of coal? Charcoal is wat? Kool is makkelijk om te maken, maar charcoal nee, niet? Nee, charcoal is makkelijk om te maken. Kool moet je eerst mijnen en dan moet je moeite. En ik hou niet zo van moeite doen. Dus ja. Ik zet het hier even tijdelijk neer. Oké, ik heb dus nu mijn tweede... Ja, ik ga mijn huis gewoon nog even groter maken. Denk ik. Groter? Ja. En ik moet je last aan, ik steek even zacht je ijskraan. Oh, maar hey. Wat is dat dan? Ja, wie is er iemand? Volgens mij is er iemand hier aan het bouwen. Of er is een bouwteam gestart om iets te bouwen. Marco is daar zijn landhuis ding aan het bouwen. Marco of Remco? Remco ook goed. Remco. Oh my god. Remco. Oftewel Dutch Gaming. Oftewel de man die deze server natuurlijk aan het host is. Ja. Wat een man. Wat een vent. En zonder hem dan hadden we dit niet kunnen doen. Maar... hij heeft even te kijken, twee ijskranen hier staan die een blokje, een half uur of een heel jaar of weet ik veel wat, hoe lang ze dit op het huisje gaan zitten. Trouwens, staat een koe in je huis, Remco. Er staat een koe in de gang. Ja, een koe in de gang. Het is toch een paard? Hey, het is een parodie, oké, dan mag alles. Als wij zeggen er staat een paard in de gang, dan krijgen we straks gelijk copyright strikes, omdat ja. Het is gewoon niet zo verzonnen, weet je. Wat is hier gebeurd? Gratis dirt. Yay. Oké. Okay. Ja, dat was een creeper ontploft. Ah. Even kijken, dan moet ik weer kijken hoe ik op het huisje kom. Ik heb zo'n idee dat dit niet heel erg mooi is. Dus ik ga het even weer aanpassen en ik ga het wat kleiner maken. Da. Ja, ik heb meer hout nodig. Zo. En Casper, wat was jij precies aan het doen? Uitbreiden. Uitbreiden met een hele moeie stem. Deze man heeft waarschijnlijk 24 uur niet geslapen.
Nee, jawel. Geen reactie. Jawel. Dus je dat gisteren gewoon fucking laat is geworden. Nee. Nee, we net aan het opnemen zijn, dat is ook niet pittig laat of zo hoor. Dus ik denk, ja, ik weet niet. Misschien. Oh, nee, heb je een schooldag erachter? Wie heeft er wat gekild? Ik heb gekild. Er lag wol en wat vrouw met een. Oh, ik niet in ieder geval. Schapenkiller, kan je niet maken, man. Ik kan geen schapen killen. Die arme schaap, wat moet die man nou? Ik doe je helemaal niks, wat doe jij? Ik moet met je zwaard halen en ik moet dood. Je kan toch geen arme zielige schaap killen? Die man heeft ook gevoelens. Nu moeten we shawarma eten. Ik heb niet eens een schaap. Ik kan niet. Dit is nu kom ik opeens aan een fout in mijn huisje. Oh ja, wat dit je doet. Maar die fucked up. At the moment he realized he fucked it up. Ja, het gaat nu echt perfect dit. Even kijken, hoe ga ik dit dan doen? Ik ga dit dan anders zo fixen. Welkom bij het Fixkanaal. Fix Netflix. Ja, dat zei ik. Ik wil het zo dan. Wacht dan. Ja, ik ben nu helemaal allemaal dingen aan het doen waarvan ik denk van oké, het zal wel. Dan doen we gewoon hier zo het huisje anders maken. Joh. Wat maakt mij het nou uit? Het is mijn huisje en mijn regels. Even kijken, eentje hier verder. En dan bouwen we hier. Zo. En dan bouwen we deze ook daar. Eigenlijk weet ik niet eens meer wat het plan was. Ik heb het lekker makkelijk. Jij het makkelijk? Hoezo heb jij het makkelijk? Ik heb een grote plek op een berg, dat is vlak. En ik heb bijna alles iets van, en ik weet precies wat ik wil. Mijn huis zit ook op een berg. Ja, maar mijn berg is nou eenmaal wat vlakker. Oh? Dit is een typisch Nederlands bergje, van een paar meter. Typisch Nederlands berg, van een paar meter hoog. Nou, typisch Nederlandse bergen zijn niet van meter hoog. Want werken in Nederland, die vind je alleen in Limburg. En dat is groot. Dat is gewoon groot. Ja, alleen in Limburg. Oké, ik heb niks gezegd. Maar ja, wat heb je aan Limburger? Limburgse vlaai. Veel. Inderdaad. Limburgse vlaai. En kleversijs. Wat? Klevers is de beste ijssalon van Nederland. Okay. En in sommige ijssoorten ook van de wereld. Ik heb wel een idee dat ik dit zo ga doen. Dan heb ik in ieder geval al een iets voor mijn vloer zometeen. Zo. Ik hoor iemand in mijn huis gaan. Het was Peter. You shall not pass. Wie zit er in mijn huis? I can't get magic. I call it magic. De man die in mijn huis zit reageert niet, verdomme man. Casper. Wat is dat? What did you do? Wat doe je in mijn huis? Ik ben niet in je huis, ik sta ook in het berg. Ja echt hoor, ik hoorde de deur gaan. Ik heb een Minecraft geluid aanstaan hoor. Maar echt niet. Bam. Oké dan. Ik moet iets hebben voor het dak. Om qua. De dak. Ik ga stenen zoeken. Voor als grondvloerding. Nou, allebei de deuren zijn open. Verdomme man! Dat kan niet hoor! Hoe kan je dit nou doen? Verdomme Casper! Casper, doe je
Ik zoek en ik heb hier... Je onderbroek. Misschien. Hoppakee, en dat veranderen we natuurlijk naar dit. Dat is hele mooie tegels. Die, en ik weet niet of alleen... we houden de bovenverdieping alleen van deze soort tegels. Dat zou wel goed komen. En jullie denken nu, wat voor tegels gebruik jij dan, Boris? Ja, dat zijn dus natuurlijk de Andesite tegels. Polished Andesite trouwens. Want dat is lekker licht, zeg maar, als vloer. En ja, dat komt gewoon goed. Ik gebruik Andesite juist als muur. Nou, ja, het zijn geen wandtegels, kom op zeg. Je moet juist diorite en granite gebruiken daardoor. Nee. Ja. En de site hebben ze uitgelegd dat is de mooiste vloer die er is. Ja joh. Ja, tuurlijk. Stond op de Mojang forums. Serieus? Nee, natuurlijk niet. Ik ben er nooit geweest. Ik wou dat zeggen. Nou jij zei nog echt, meen je dat? Nou ja, ik denk van, nou ja, tuurlijk. Oké. Natuurlijk, wat denk jij nou? Ik ga dit ook even veranderen naar zo. En die... Sorry. Ik moest gewoon... Naar wie heeft nog andesite, diorite en granite? Ik heb... de caves. Granite is hier. Haksen. Oké, even kijken. Dan moeten we nu even... Je weet dat je die chesten niet kan openen, hè? Betracht. Meneer de Graver. Betracht. Ik stop met huis van west, want ik ging naar beneden. Ik wil... Ik ging naar beneden. Het is zo, ik was in het huis van west. Ik ging naar beneden. Oh, shit. Ik denk dat ik wel... Ik hoorde een creeper. Ja, Kasper blaast weer alles op hoor. Wat heeft hij nou weer opgeblazen, die man? Verdomme man, blaas nou niet de hele wereld op. Dat is juist leuk. Nee, dat is niet leuk. Dat is handig. Tan. Wat ik wel echt flink grappig vind. Dat is dat ik hier over de aflevering ga stoppen. Niemand lacht, is niet grappig, Boris. Nee, eigenlijk wou ik iets heel anders zeggen. Maar oké, de volgende keer gaan we verder met mijn mooie huisje. Als het nog mooi wordt, want ik weet niet hoe het er meer uitziet. En ik wil Casper en Bente bedanken voor het meedoen naar deze aflevering weer. En wat de fuck gebeurt het zo van? Dat komt door de creeper en door de plugin. Ik zie eerst het blokje rol. Oh, heks. Dus beste mensen... Bedankt voor het kijken naar deze video. En vond je het leuk, doe zeker een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je het nog niet had gedaan. En dan zie ik jullie bij een volgende video. Ik zeg laters. Trouwens, ik ben even vergeten te vertellen natuurlijk dat we ook een winnaar hebben natuurlijk deze week. Die natuurlijk op de server mag. En dat is de Kijk Games. Oftewel Kilian. Kilian, gefeliciteerd dat je op de first server mag. Ik zal je zo meteen gewoon het IP sturen. Of tenminste, je hebt hem vandaag misschien nog gehad. Dan moet ik even kijken hoe dat is gebeurd. In ieder geval, gefeliciteerd met deze invite op de server. Het IP staat natuurlijk nu op je Skype. Of tenminste, waar je het wel hebben. Dus veel plezier op de server. Misschien zie ik je ooit een keer rond spartelen of derpen op de server. Dus veel plezier met je invite. Ik zeg tot later, jongens.